Goedemorgen allemaal bij de webinar Lezen in het MBO werkt. Dit webinar wordt u aangeboden door Stichting Lezen. Mijn naam is Peter van Duivenbode. Ik werk bij Stichting Lezen en ik hou me onder andere bezig met het MBO. Bij Stichting Lezen hebben we al een aardige traditie opgebouwd de afgelopen jaren om steeds studiedagen en congressen te houden die zich richten op het MBO. En vandaag willen we die traditie uiteraard voortzetten op een iets andere manier, helaas in de vorm van een webinar. Misschien is het voor u de zoveelste dit jaar. Het is helaas even niet anders. Het was voor u en is voor u natuurlijk sowieso al een pittig jaar geweest. En dat geldt niet alleen voor u, maar zeker ook voor uw studenten. En ja, laten we, het is een cliché, maar laten we zeggen, laten we hopen dat corona, dat we corona snel achter ons kunnen laten. Ik neem u vandaag vanochtend door het programma. Het loopt ongeveer tot iets voor 12 uur, is de schatting. Halverwege willen we ergens een korte pauze inlassen. En ja, wat staat er op het programma? We starten zometeen eerst met Kees Broekhoff van Sardes. En hij praat ons bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van lezen. En dan uiteraard in het bijzonder in het MBO. Daarna spreek ik met Annemieke Wermink en Annemieke Smits, Anneke Smits over Nederlands en burgerschap op het Deltion College. Dat hebben ze daar samengevoegd. En het laatste onderdeel is het project Ondergedoken als Anne Frank. En dat is eigenlijk een soort praktijkvoorbeeld van wat je zou kunnen doen met lezen en burgerschap rondom het thema vrijheid, identiteit en dat soort zaken. De eerste spreker is Kees Broekhoff. Kees, je mag alvast je camera en je microfoon aandoen. Dan zal ik je even nader introduceren. Hallo Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Jij gaat ons bijpraten met name over deze nieuwe brochure van Stichting Lezen. Meer lezen, beter in taal, MBO. Nieuw is hij niet helemaal, want hij is herschreven eigenlijk. Hè. Je had hem al een keer gemaakt. Jij bent leesspecialist en werkzaam bij Sardes. En je bent nauw betrokken bij ontwikkelingen van de bibliotheek op school. De aanpak om zeg maar, bibliotheken en scholen meer aan elkaar te verbinden. En die brochure die ik net liet zien, die bestaat ook voor het basisonderwijs en ook voor het VMBO, maar ook dus voor het MBO. Uiteraard zijn het allemaal varianten van elkaar. Ja, en jij gaat ons daar nader over toelichten. Voor alle mensen die kijken, is er de mogelijkheid ook om vragen te stellen in de chat. En Kees zal eerst iets van 20 minuten spreken en daarna is er nog gelegenheid om een paar vragen te beantwoorden. Kees, ben je er klaar voor? Zeker. Ja, ik ga mijn scherm delen. Ja, dan ga ik er nu even uit en dan veel succes. Zo, meer lezen, beter in taal, MBO. Deze is mij gevraagd om iets te vertellen over de herziene brochure Meer lezen, beter in taal, MBO. En de titel zegt eigenlijk al voldoende. We hebben het over de effecten van lezen op taal. Wie meer leest, is in de regel beter in taal. Deze brochure is opnieuw uitgebracht. En is er één in een reeks? Peter zei het zojuist al. Er is eenzelfde type brochure voor verschillende leeftijdscategorieën. Er is er eentje voor het VMBO, die is nog niet herschreven en heeft dus ook nog niet zo'n mooie nieuwe opmaak. Er is er eentje voor het basisonderwijs die we daar zien en er is er eentje voor de voorschoolse periode. Wat we hier aan zien is dat Stichting Lezen via een landelijk programma Kunst van Lezen zich druk maakt over die hele doorgaande lijn van lezen, leesbevordering, taalontwikkeling van 0 tot 18 plus. En waarom dan meer lezen beter in taal en bijvoorbeeld niet meer lezen beter in empathie of meer lezen beter in literaire waardering? Dat zijn natuurlijk ook allemaal mogelijke effecten van lezen, maar de reden daarvoor is heel eenvoudig. Je kunt geen enkele empathie koesteren voor wat dan ook en toch
president worden van de Verenigde Staten. Terwijl als je helemaal niets kunt op het gebied van taal, dan gaat dat echt niet lukken. Dan heb je echt een probleem in je, niet alleen in je persoonlijke ontwikkeling, maar ook in je maatschappelijke carrière. En we zien dat die reeks brochures ook echt een antwoord bieden op een belangrijke vraag in de samenleving. Die brochures hebben als doel echt een basis te bieden om het gesprek aan te gaan over het belang van investeren in lezen en voorlezen voor kinderen en jongeren in die hele leeftijdsgroep. Daar is die hele reeks voor bedoeld, om het gesprek aan te gaan, om het gesprek binnen je organisatie aan te gaan, maar ook om het gesprek aan te gaan bijvoorbeeld met een gemeentelijk bestuur of met een bestuur van een school. En in die brochures wordt, alle vier wordt beschreven, wat is eigenlijk de wetenschappelijke basis voor die aanname dat als je meer leest of meer voorgelezen wordt, dat je ook daadwerkelijk beter wordt in taal. En die focus in taal, die is dus gekozen omdat het een belangrijke voorwaarde is voor schoolsucces, persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke participatie. En we zien ook het belang daarvan, onderstreept door recente publicaties en dan met name het laatste PISA-onderzoek dat over dit onderwerp ging. En wat zien we dan? Tieners snappen steeds minder wat ze lezen. De resultaten voor Nederland als het gaat over leesvaardigheid onder 15-jarigen, die zijn echt dramatisch gedaald. En dat betekent dus alle hens aan dek. En de Onderwijsraad is een van de organen in Nederland die zich hier over hebben uitgesproken. Die hebben gezegd, we moeten echt alle hens aan dek hebben nu om te zorgen dat er een leesoffensief tot stand komt en dat ervoor gaat zorgen dat het tij wordt gekeerd. Nou, die brochures die bestonden al eerder en we hopen dat die brochures dus ook gaan helpen om dat gesprek goed te voeren en om ook te weten, er is een wetenschappelijke basis die ons daarbij steunt. Daarom is die structuur van die brochures iedere keer hetzelfde. Er wordt om te beginnen gesteld, er is een probleem, er is een taalprobleem. En vervolgens wordt aangegeven, het onderwijs slaagt er op dit moment eigenlijk niet in om dit probleem op te lossen. En dat taalprobleem is kennelijk te groot op dit moment voor het onderwijs om dat aan te pakken. En wat zeggen we daarom? Er is een andere aanpak nodig in aanvulling op wat er op school gebeurt. En dat is via leesbevordering. Want leesbevordering kan daadwerkelijk een substantiële, onderschatte bijdrage leveren aan de oplossing van dat taalprobleem. En dat kan gebeuren via leesbevordering binnen scholen, binnen educatieve instellingen, want dat geldt ook voor de voorschoolse instellingen. En het moet uiteindelijk leiden ook tot lezen en leesplezier in de vrije tijd, want daar wordt de grote winst geboekt. Voor de voorschoolse groep betekent dat voorlezen thuis en voor de kinderen die zelf al kunnen lezen, betekent dat lezen in de vrije tijd. Nou, nemen we dan het mbo bij de kop, dan zien we bij het mbo het taalprobleem natuurlijk in volle glorie. Er is een taalprobleem. Veel studenten klagen, of veel studenten hebben een lage taalvaardigheid. Ik zeg nog even met nadruk veel en niet alle, zeker niet alle. Er zitten ook studenten op het mbo die prima taalvaardigheid hebben. Maar docenten zien wel degelijk dat er het een en ander aan de hand is en dat er leerlingen zijn die het moeilijk vinden om het onderwijs te volgen, die het moeilijk vinden om teksten te lezen. En een van de redenen daarvoor is natuurlijk ook hun achtergrond. Ze hebben vaak een schoolcarrière opgebouwd waarbij die taalvaardigheid niet heel sterk was. Dat was al zo in het basisonderwijs. Dat was ook een van de redenen waarom ze doorstranden naar het VMBO. Ook daar is het niet goed gelukt om dat weer helemaal op te krikken. En dus komen ze het mbo binnen met een taalvaardigheid die ze eigenlijk niet altijd in staat stelt om het onderwijs goed te volgen. En het frappant is dat studenten dat zelf vaak overschatten. Dat hebben wij zelf ook geconstateerd in gesprekken met studenten en ook via monitoring, digitale monitoring. Studenten vinden zichzelf eigenlijk vaak best wel goed in taal, terwijl docenten dat helemaal niet zo zien. We zien ook dat een substantieel deel van de werkgevers zegt van ja, die taalvaardigheid van die studenten die van het mbo afkomen, die is eigenlijk niet aan de maat. En wij zijn eigenlijk wel ontevreden over dat taalniveau van die studenten. En dit is een van de gegevens waarover we beschikken. Dat komt uit de monitor van de bibliotheek op school mbo. En wat zien we daar? Dat 2/3 van de docenten die deelnemen aan die monitor, die zeggen ja, dat leesvaardigheidsniveau van mijn studenten is gemiddeld onvoldoende. Dus dat taalprobleem dat wordt geconstateerd. En het onderwijs worstelt daarmee. Het onderwijs probeert er van alles aan te doen. Met lessen Nederlands, met steunlessen, met extra maatregelen voor taal in de vakken. En toch is dat vaak niet voldoende. Want wat constateert
de onderwijsinspectie en het rapport De Staat van het Onderwijs. De kwaliteit van het taalonderwijs op het mbo blijft achter. En het mbo-onderwijs houdt onvoldoende rekening met taalproblemen. Studenten zijn ook vaak niet zo tevreden over die taallessen. Niet zozeer tevreden over die taallessen als over de andere vakken. Er wordt eigenlijk niet voldoende gedifferentieerd. En dat betekent dat studenten die echt behoefte hebben aan extra taalondersteuning, dat in de klas vaak niet krijgen. En er is weinig aandacht voor leesmotivatie. En daar komt nog een keer bij. En dat is natuurlijk ook een probleem dat niet alleen voor het mbo geldt, maar misschien daar toch iets sterker dan elders. Weinig continuïteit in de lessen Nederlands. Er vallen lessen uit. Er zijn wisselende docenten. Waardoor de continuïteit in het programma in gevaar komt enzovoort. Dus ja, het taalonderwijs worstelt, doet zijn uiterste best. Maar het lukt toch vaak niet goed om die studenten helemaal op het niveau te krijgen waar men wil. Dus de vraag is nu, ja, kun je dat ook op een andere manier aanpakken dan via het onderwijs Nederlands en die extra steunlessen? En dat is precies waar de brochure over gaat. En de kern van die brochure is, voor degenen die hem nog niet kennen, wie veel leest, is gewoon beter in lezen. En niet zomaar meetbaar beter in lezen. En we hebben het dan over technisch lezen, we hebben het over woordenschat en begrijpend lezen. En je ziet daar een bladzijde, twee bladzijden uit die brochure afgebeeld. En op die linker bladzijde zie je de beroemde grafiek uit het onderzoek van Suzanne Mol en Adriana Bus, die al dat onderzoek naar dit onderwerp op een rij hebben gezet. En die hebben aangetoond, kijk, wie meer lezen, die zijn niet zomaar een beetje beter in taal, maar die zijn echt gewoon veel beter in taal. En waarom leg ik dan de nadruk op technisch lezen, woordenschat en begrijpend lezen? Dat zijn nou precies die taaldomeinen die ertoe doen om succesvol te zijn op school. Er is ook een effect op spelling, maar voor spelling, wie heel goed kan spellen, of wie niet zo goed kan spellen, heeft niet per se een slechtere schoolcarrière dan iemand die wel goed kan spellen. Terwijl iemand die niet goed kan begrijpend lezen, ja, die zit echt diep in de problemen. En wie een kleine woordenschat heeft, die zit ook echt in de problemen, want die kan niet profiteren van het onderwijs. Dus die brochure beschrijft heel goed hoe dat in elkaar zit. Een van de argumenten die we hierbij aanvoeren, dat is een argument dat we ontlenen aan deze roman, Wees Onzichtbaar, een ontzettend interessant boek van Murat Isik, gebaseerd op zijn eigen leven. En ik kan het van harte aanbevelen aan iedereen die werkt met kinderen, leerlingen, studenten, die thuis een andere taal spreken dan Nederlands. Want dit beschrijft eigenlijk de ervaringen van iemand die vanuit Turkije naar Nederland komt op jonge leeftijd. En die daar te maken krijgt met dat taalprobleem. En Murat Isik, maar dan in de hoofdpersoon van dit boek, Metin Mutlu, die is dan nog op de leeftijd dat hij met zijn moeder de bibliotheek bezoekt. En als hij daar dan voor de eerste keer komt, dan is hij helemaal verbaasd om te zien wat daar allemaal voor boeken staan en dat hij dat allemaal mee mag nemen. Hij weet dat hij een taalachterstand heeft, hij weet dat hij worstelt met die taal op school, hij zit dan al op de basisschool. Maar die boeken van die bibliotheek, dat vindt hij helemaal geweldig. En hij neemt er ook flink wat mee naar huis. En hij zegt, al snel las ik 4 boeken en een strip per week en had ik geen taalachterstand meer. Nou, dat is een ontzettend interessante observatie van Murat Isik, bij monden van die Metin Mutlu dan. En dat is ook ontleend aan zijn echte leven. Hij heeft dit ook toegelicht in een interview dat in Parool is verschenen. Dit is echt zoals hij dat heeft beleefd. En we zien dan ook in die brochure dat er wetenschappelijk bewijs is voor deze stelling. Dus het een ondersteunt het ander. En ik vind dit echt heel mooi om dat zo terloops te lezen in zo'n roman en te zien dat het ook daadwerkelijk zo kan zijn en dat het ook daadwerkelijk zo'n verschil kan maken. De vraag is natuurlijk, ja, maar hoe krijgen we dan die studenten aan het lezen? Want dit kan allemaal wel kloppen, maar vervolgens op school, binnen het mbo, hebben we te maken met die studenten die toch vaak ook niet zoveel zin hebben in die boek. Nou, daar komen we tot wat ik denk, wat de kern is van deze brochure. Die wetenschappelijke evidentie is natuurlijk heel belangrijk, maar de vraag is natuurlijk ook, wat kunnen we nou eigenlijk doen? En dit is denk ik voor de docenten die nu in het publiek zitten, is denk ik een heel interessant onderdeel, want dat gaat echt over, wat kunnen we nou echt doen? De zelfdeterminatietheorie van Ryan en DC. En die zelfdeterminatietheorie die houdt in dat eigenlijk alle mensen, ook u en ik, 3 psychologische basisbehoeften hebben. En dat zijn in de eerste plaats autonomie. We vinden het fijn om keuzes te hebben, om onszelf
in control te voelen, om onszelf zelfstandig te voelen. Hoe meer keuze we hebben, hoe meer we het idee hebben dat we zelf ons leven beheren. Relatie is een belangrijk punt. We willen ons graag verbonden voelen met anderen. Dat kan zijn met andere kinderen, met andere studenten, met de leerkracht, met andere volwassenen. En we vinden het fijn om ons competent te voelen. We weten dat we iets kunnen. Wij hebben een beroep als leerkracht, als onderzoeker, als trainer, wat het dan ook is. En we weten wat we kunnen en dat geeft ons een goed gevoel. En dat motiveert ons om hiermee verder te gaan. Nou, je ziet het ook typisch bij mbo-docenten. Die hebben ook een sterk gevoel van autonomie. Dat geldt voor docenten in het algemeen. Ze hebben binnen de normen die gelden en de programma's die gevolgd moeten worden en de exameneisen die gesteld zijn, hebben ze toch nog altijd veel keuzes die ze zelf kunnen maken. Dus die autonomie is vaak heel sterk. Relaties vaak heel sterk met de groep van docenten met wie men samenwerkt. En docenten voelen zichzelf ook in de regel competent als docent. En daardoor doen ze dat werk ook graag en gemotiveerd. En je merkt nu ook in die coronaperiode dat met name op dat tweede stuk, relatie en competentie, daar lijkt wel alsof daar iets van afgaat. Want je ziet elkaar minder, je ziet de studenten minder, je zit soms te praten tegen een zwart scherm. En dan wordt het toch ineens, gaat er iets van die motivatie af. Dan wordt het iets minder leuk om dit werk te doen, als we die relatie niet meer voelen. En hetzelfde geldt voor competentie. Ineens moet je van alles gaan doen in Teams en in Zoom. En sommige dingen werken niet en het programma werkt niet mee. En mensen roepen, ik zie je niet, ik hoor je niet, je hoort zelf niks, je ziet mensen niet. Dus dat gevoel van competentie, daar gaat ook ineens iets van af. En ook dat maakt het dan weer minder leuk om je werk te doen. Dus je ziet wel, deze concepten komen niet uit de lucht gevallen. Ze zijn echt belangrijk voor ons en dus ook studenten. En als je het betrekt op lezers, dan zie je dit. Lezers, als het gaat over autonomie, een lezer wil zelf bepalen wat hij leest, wanneer hij leest, wanneer hij stopt met lezen, wanneer hij zegt, nou, dit boek boeit me niet, ik leg het weg, ik pak een ander. Een lezer is ook graag in contact met andere lezers om te praten over, nou, ik heb nu weer een geweldig boek, moet je kijken, dit en dat. En een lezer weet ook dat hij goed kan lezen en kan goed zijn weg vinden in het boekaanbod, kent auteurs en genres. En dat is dat gevoel van competentie dat daar ook bij hoort bij die lezer. Dus dat is echt een gemotiveerde lezer. Maar hoe krijgen we die studenten nou zover om ook gemotiveerd te raken? Nou, we hebben dat vertaald naar deze concepten, naar hoe de praktijk in het mbo eruit zou kunnen zien. En ik ga dit niet allemaal oplezen, want je kunt het allemaal keurig teruglezen in die brochure die je weer gewoon kunt downloaden van het internet. Maar één of twee wil ik het toch wel even uitpikken. Bijvoorbeeld, als het gaat om autonomie. Neem vrij lezen op in het lesprogramma. Daarvan zou je kunnen zeggen, ja, vrij lezen in het lesprogramma. Dan wordt het toch ineens verplicht vrij lezen. Wat is daar nou nog autonoom aan? Ja, de autonomie die daaraan verbonden is, is de keuze die dan studenten binnen dat vrije lezen op het lesprogramma nog hebben. En dat geeft ze toch ook een gevoel van keuze. Maar belangrijker, het vrije lezen in het lesprogramma zou uiteindelijk moeten leiden tot het vrije tijdslezen buiten school, thuis, in vakantie, in het weekend. En dat is de echte autonome lezer die, die meer winst boekt dan andere lezers, dan andere studenten, als het gaat om die taalontwikkeling. Want dat wordt gedreven door een interne motivatie. Voor competentie geldt ook, daar is wel degelijk het een en ander aan te doen. Als je kijkt naar zaken die hier opgenoemd staan, bijvoorbeeld boekgesprekken. Hoe praat je nou eigenlijk over boeken? MBO-studenten weten dat vaak helemaal niet. Op het VMBO wordt er ook niet altijd aandacht aan besteed. Nou, dus docenten zouden dat voor kunnen doen. Ik denk dat misschien Anneke Smits daar wel iets over vertelt. Want Erna van Koeve heeft daar een prachtige aanpak voor ontwikkeld. En ik denk dat Anneke daar wel van op de hoogte is. Waar ze in ieder geval iets over zal gaan zeggen, is die uitdagende teksten die daar staan. Rijke teksten, dat is echt haar terrein. Wat zijn dan eigenlijk rijke teksten? En wat is het belang daarvan? Rijke teksten lees je met een heel andere motivatie dan teksten die veel minder rijk zijn. En die leveren daardoor ook meer op voor de taalontwikkeling. Relatie is ook een belangrijk punt als het gaat om die leesmotivatie aanjagen. En dat betekent ook gewoon met studenten in gesprek gaan en laten zien wat voor lezer jij zelf bent. Student, en kijk je in de keuken geven van je eigen boekencollectie en je eigen leesgedrag. Nou, al die zaken gaan ervoor zorgen dat die studenten gemotiveerder worden om het boek te pakken op die momenten dat dat vrij lezen is ingeroosterd, maar hopelijk ook buiten schooltijd. En het interessante is ook, dit is niet zomaar een theorie. Deze theorie is ook getoetst aan de praktijk.
als je kijkt naar dat eerste onderzoek wat hier genoemd staat, dat heeft betrekking op resultaten die gevonden zijn in eerder PISA-onderzoek. En die onderzoeksgroep van Jesse Nagel, die heeft dat helemaal uitgezocht. Wat kunnen we daarin terugvinden als het gaat om de relatie tussen die zelfdeterminatietheorie en de motivatie, de intrinsieke leesmotivatie van jongeren. En die vindt daadwerkelijk ook die relatie, die bestaat echt. Dus het is niet zomaar luchtfietserij, dit bestaat echt. En ook dat onderzoek van Van Steensel, wat weer wat verder gaat als het gaat om echt onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, met een laboratoriumachtige karakter. Die stelt dat ook vast. Het bestaat echt en het is echt van belang om die motivatie aan te geven. Nou, de brochure heeft ook 3 nieuwe praktijkvoorbeelden. Delft Jong College is de eerste daarvan, vrij lezen en burgerschap Nederlands lezen. Daarover krijgen jullie zo direct ook nog een spreker te horen, dus daar ga ik nu verder niets over zeggen. Nova College in Noord-Holland, Nova leest, een prachtig voorbeeld van een leesbevorderingsprogramma op 3 verschillende locaties van de ROC. Koning Willem I College, dat heel nadrukkelijk inzoomt op het juiste boek. Dat blijkt ontzettend belangrijk te zijn. Vaak zeggen studenten, ja, ik vind lezen helemaal niet leuk, behalve als het een goed boek is. Nou, wat is nou dat goede boek? Dat is het juiste boek. En via maatcollecties wordt daar op Koning Willem I College werk van gemaakt. Dus ik raad je van harte aan om die praktijkvoorbeelden goed te bekijken, want ik weet zeker, als je werkt op een ROC, dan ga je daar inspiratie uit ontdekken. En we zien dan ook op elk van die praktijkvoorbeelden dat autonomie, competentie en relatie worden ondersteund door wat daar gebeurt. Dus ook daar zie je dat in de praktijk dat daadwerkelijk werkt. Dan zijn er nog een paar extra onderdelen opgenomen in de brochure ten opzichte van de vorige editie. Dat gaat over goed lezen, diep lezen, digitaal lezen, het juiste boek vinden, jongens als doelgroep en het leeshongermodel. Dus mocht je de eerste editie van de brochure hebben, dan loont het zeker nog de moeite om ook deze editie op te slaan en te kijken naar hoe dat is uitgewerkt. Suggesties voor gebruik. Als je nou zelf werkt op een ROC en je bent hier nog helemaal niet mee bezig, gebruik dan deze brochure om het team te overtuigen van het belang hiervan en ook de haalbaarheid ervan. Het onderzoek laat zien, het werkt. En de praktijkvoorbeelden laten zien, het kan ook echt in de praktijk. En ben je hier al mee bezig, dan zou je kunnen zeggen, oké, we gaan eens even doorpakken, we gaan eens even verder verdiepen, we pakken die zelfdeterminatietheorie bij de hand en we gaan kijken hoe we het boel nog ietsje verder kunnen verstevigen. En ben je echt al heel erg ver, heb je dat ook al gedaan, dan zou je kunnen zeggen, nou, dan gaan we eens wat verder verfijnen op deelonderwerpen. Bijvoorbeeld jongens als doelgroep of diep lezen, andere onderdelen uit deze brochure. Hier is die te vinden. Ik ga het hier even bij laten, want ik denk dat ik zo voldoende heb verteld over het boekje zelf. Ik hoop dat dit een basis is om mee verder te gaan zometeen, de rest van de webinar. En ik geef het woord weer terug aan Peter. Ja, Kees, er zijn nog een paar vragen die gesteld zijn, dus die wil ik je even voorleggen. Er wordt gevraagd van, je noemde net Suzanne Mol eventjes, dat is een belangrijk onderzoek geweest van zo'n 10 jaar geleden. Zou je even kort kunnen schetsen hoe dat onderzoek is gedaan? Daar was een vraag over. Suzanne Mol heeft al het onderzoek wat beschikbaar was bij elkaar gezet, dus het is een onderzoek naar onderzoeken. En zij is uiteindelijk uitgekomen op bijna 100 studies die dat hele domein bestreken van de leeftijdsgroep van 0 tot 16 plus. En een belangrijk deel daarvan, dat betrekking heeft op bijna 4000 kinderen en jongeren, ging over de leeftijdsgroep van 7 tot 17 jaar. En dat zijn die resultaten die je genoemd ziet in die brochure. Dus zij hebben vooral gekeken naar wat weten we al via onderzoek. En daar hebben ze een heel strenge selectie op toegepast. Het moest echt gedegen onderzoek zijn en niet zomaar onderzoek met een te kleine doelgroep of resultaten waar het een en ander op af te dingen valt. Of methodieken die niet helemaal door de beugel komen. Het ging echt om heel goede studies. En ze hebben dat bij elkaar gecombineerd en zo zijn ze gekomen tot een soort standaardmaat, een soort standaard effect. Wat je kunt berekenen voor al die studies bij elkaar. En dat is wat die grafieken laten zien. Als je wat meer wil weten over het onderzoek, dan is er een artikel te vinden op het internet onder de titel
Lezen loont een leven lang. Dat is een artikel uit Levende Talen. En dat kun je gewoon downloaden van het internet. En dan kun je precies lezen hoe ze dat hebben aangepakt. Oké, goed. Hey, en een andere vraag die gaat over van... het is natuurlijk een probleem dat al langer speelt. Niet alleen het mbo, maar en de cijfers die we horen. En jullie het net ook zien in kranten en zo. Het is verontrustend hoe het gaat met jongeren. En jongeren in het CO, maar ook zeker jongeren in het mbo. Zou jij kunnen aangeven waarom lukt het onderwijs van 2021 nou niet om dit even goed te regelen? Dat we dat structureel goed aanpakken. Wat zijn daar de problemen bij? Sorry, ik begrijp je vraag niet helemaal. Nou, omdat het is een probleem wat steeds maar door blijft gaan. En waarom kan het onderwijs dat nou niet goed oplossen? Het is misschien een hele brede vraag, maar... Ja. Dat is zeker een ingewikkelde vraag. Ik denk dat het onderwijs daar wel druk mee bezig is. Waarom lukt het niet om dat goed op te lossen? Er is best wel wat verwarring over wat effectieve aanpakken zijn. Als je alleen al de discussie neemt over begrijpend lezen, dan zie je dat er zijn partijen die roepen je moet dit doen. Er zijn partijen die roepen je moet dat doen. Er zijn partijen die roepen je moet helemaal niks doen aan begrijpend lezen. Lubach is er daar eentje van. Dus er is ook best wel verwarring over wat werkt nu eigenlijk. Dat is één ding. Een ander ding is natuurlijk dat de bemensing in het onderwijs is ook best een zorg. En zeker als je komt op VMBO en MBO, dan zien we daar ook wel docenten die niet altijd de kwalificaties hebben die je nodig hebt om onderwijs zeer effectief vorm te geven. Dat is ook een punt. Continuïteit van het onderwijs is een punt. Als gevolg daarvan ook. Dat zien we natuurlijk ook. We zien overigens ook in het basisonderwijs dat er steeds meer lessen worden gegeven door leerkrachten die daar eigenlijk niet 100% voor bevoegd zijn. Dus dat is natuurlijk ook best wel een groot probleem. En dan zijn er natuurlijk, als je kijkt naar het leesgedrag van kinderen, zoveel verleidingen en het aantal verleidingen lijkt ook alleen maar toe te nemen om iets anders te doen in de vrije tijd dan het lezen van boeken. Dus daar is van alles aan de hand. En tegelijkertijd weten we natuurlijk uit onderzoek al een heleboel dingen die wel effectief zijn. Maar dat echt geïmplementeerd te krijgen in het onderwijs, dat blijkt toch nog steeds een ingewikkelde zaak. Ja. En jij noemde net ook al dat het aantal uren dat in het mbo aan Nederlands wordt besteed, dat is eigenlijk minimaal. Moet dat niet gewoon uitgebreid worden? Dat weet ik niet. Ik denk, bovendien varieert dat nogal. Het is niet overal hetzelfde. Nee. Meer uren leveren natuurlijk meer op. Maar de vraag is of dat ook zo blijft gaan. Dat ieder uur extra ook weer evenveel meer oplevert. Een substantieel aantal uren heb je natuurlijk wel nodig om al die dingen te doen die je graag wilt doen. Maar veel uren zijn natuurlijk al besteed voor het werken aan de methode Nederlands. En de vraag is dan, is er ruimte voor zo'n onderwerp als leesplezier? Ja, ik zou zeggen, die praktijkvoorbeelden laten zien dat dat kan. Zonder extra uren in te roosteren kun je ook werken aan leesplezier. De vraag is alleen, deel je dat graag? Ben je bereid om daar ook echt werk van te maken? En dan kun je daar ook altijd tijd voor vinden. Maar om iets te zeggen over het aantal uren dat daar specifiek voor benodigd zou zijn, dat vind ik moeilijk om te zeggen, omdat er zoveel verschil is in die praktijk. En zelfs binnen de praktijkvoorbeelden in die brochure zie je daar verschil in. Ja, oké. En ook een vraag gaat over luisterboeken. Zometeen het laatste onderdeel van deze webinar, dat gaat over Ondergedoken als Anne Frank. Dat is een papieren boek, dat is een e-book, maar daar is ook een luisterboek van gemaakt. Hebben luisterboeken nou eigenlijk hetzelfde effect als gewoon papieren boeken of als je leest online? Je noemt nu twee dingen, drie dingen naast elkaar. Online lezen, luisterboeken en papieren boeken. Daar zit veel verschil in natuurlijk. Als het gaat om de opbrengst, kun je wel nagaan. Als je een boek beluistert, dan zijn bepaalde dingen die niet gebeuren en die dus ook geen effect gaan sorteren. Als je alleen al kijkt naar spelling, dat gebeurt niet op het moment dat je luistert, want je leest immers niks. Maar aan de andere kant, wat er in je hoofd gebeurt, om die tekst te begrijpen, dat is hetzelfde als wat er gebeurt wanneer je leest. Dus als het gaat om leesbegrip, dan zal dat wel degelijk een groot effect hebben, een luisterboek. En dat zal niet heel erg veel afwijken van dat papieren boek. Al wordt het wel moeilijker om bijvoorbeeld een stukje terug te lezen. Ik weet niet of je dat zelf ook wel eens meemaakt, maar je zit soms in een boek en dan denk je, oh wacht even, hoe zat dat ook weer?
En dan blader je even een klein stukje terug. Ja, dat gaat bij een luisterboek in de regel veel moeilijker. Dus ja, luisterboeken zijn natuurlijk goed, maar als het gaat om de schriftelijke taal, ja, dat zit daar natuurlijk niet bij. Dus daar kan je dan ook geen effect op verwachten. Als het gaat om e-boeken, een collega van jou heeft onlangs nog een heel interessant artikel daarover gepubliceerd, ook in levende talen, waarin werd aangetoond dat met name begrip en immersie in digitale boeken. En met immersie bedoelen we dan de mate waarin je je echt ondergedompeld voelt in een verhaal. Dat bij digitale boeken minder plaatsvindt dan bij papieren boeken. En ook eerder onderzoek laat al zien dat met name bij langere teksten en met name dan ook weer bij informatieve teksten, dat daarbij digitale boeken het toch wel enigszins afleggen tegen papieren boeken. Dus het lijkt erop dat voor het stimuleren van leesbegrip, en zelfs ook voor het echt belevend lezen, dat het papierboek daar toch nog wel voor ligt op het digitale boek. Ja, ja, oké. En even een laatste vraag aan jou, Kees. Zou je eigenlijk niet de jongeren zelf, we hebben het nu over de docenten die dan de lessen moeten geven en dat op een goede structurele manier moeten aanpakken natuurlijk. Moet je jongeren zelf eigenlijk niet heel degelijk uitleggen wat het belang is van lezen, goed kunnen lezen in een geletterde samenleving? Oh zeker, Peter, daar ben ik het 100% mee eens. Dat kan echt het verschil maken tussen wel en niet lezen. Dus ik zou ook deze brochure en de PowerPoint hierbij, die zou ik ook gewoon aan studenten laten zien. Want dat kan een enorm effect hebben op de motivatie van studenten. We hebben het eigenlijk, als het over motivatie gaat, hebben we het heel vaak over intrinsiek versus extrinsieke motivatie. En die extrinsieke motivatie is dan, je moet lezen en anders haal je deze opleiding niet. En intrinsiek is dan, ik vind lezen gewoon heel erg leuk en ik doe het heel erg graag. Maar daar zit ook nog iets tussenin. En dat is een intrinsieke motivatie die extrinsiek wordt aangejaagd. En dat betekent dat je studenten ervan doordringt van het belang van lezen. En studenten kunnen daar dan ook kunnen dat zo oppakken, als dat op de goede manier gebeurt, dat zij die motivatie ervaren als een intrinsieke motivatie. Zij gaan dat zelf dan ook belangrijk vinden. Als ze zien dat het werkt, als bijvoorbeeld studenten zien en ze zeggen dat ook. Sinds ik meer ben gaan lezen, dan is het nota bene soms iemand anders die zegt dat dat moet. Sinds ik meer ben gaan lezen, begrijp ik de lessen beter, kan ik teksten beter lezen. En dan voelt het als een eigen keuze. Dus ik ga nu meer lezen, dus ik ga nog meer lezen om nog beter die teksten te begrijpen. En dat is een kijk op motivatie die ook door Vlaamse onderzoekers is uitgewerkt. Van Steenkisten en een onderzoeksgroep, ik meen de Universiteit Leuven. Die hebben dat helemaal uitgedokterd en die stellen vast dat het mogelijk is om een extrinsieke motivatie, en dat is wat jij zegt eigenlijk, vertel gewoon aan ze hoe belangrijk het is, om die te internaliseren en die dan hetzelfde effect kan hebben als die intrinsieke motivatie. Oké, goed. Korte antwoord, ja. Ja, precies, goed. Dank je wel voor je bijdrage. We gaan verder met twee andere sprekers, Annemieke Wemmink en Anneke Smits. Jij mag je microfoon en camera uitdoen. Dan nodig ik Annemieke en Anneke uit om erin te komen. Hallo Annemieke. Yes. Hallo, goedemorgen. Anneke hebben we ook. We zijn compleet. Ik zal u eerst even introduceren en wij gaan met z'n drieën praten over een andere brochure die ook uit is gekomen vorig jaar november. Lezen over burgerschap. Lezen over burgerschapsthema's moet ik eigenlijk zeggen. Ik ga met Annemieke en Anneke daarover praten. En de mensen die aangesloten zijn bij deze webinar, die denken, we zouden toch eigenlijk twee andere dames krijgen. Dat klopt inderdaad. Dat ging om Erna van Koeven en Lammy Prins. Erna is van Hogeschool Windesheim en Lammy Prins is van het Deltium College. En door persoonlijke omstandigheden kon zij allebei niet. En gelukkig is het zo dat het kringetje rondom de pilot van lezen over burgerschapsthema's, dat een veel groter kringetje is. En Annemieke, jij bent docent bij Deltion. Jij hoort bij het team verpleegkunde. En
je bent docent Nederlands, SLB'er. En ik hoorde vanochtend dat je vertelde van je hoort ook bij de regiegroep Nederlands. Ja, ook nog. Wat houdt dat in? Ja, dan houden wij ons met een vijftal mensen deeltje om breed bezig met alles op het gebied van Nederlands. Oké, goed. Ja. En Anneke Smits is ook aangesloten. En Anneke die zei vanochtend van, nou ja, of je nou Erna hebt of mij, dat maakt eigenlijk niet uit. We zijn inwisselbaar. Nou, dat gaan we meemaken, Anneke. Anneke is lector aan de Hogeschool Windesheim van het lectoraat Onderwijs, Innovatie en ICT. En met Erna maakt zij deel uit van de leerkring Geletterdheid en Schoolsucces. En ik laat ook eventjes zien, Anneke, dit boek, dat is van de zomer verschenen. Dat is van Anneke en van Erna, hebben zij samengemaakt. En dit is weliswaar voor het basisonderwijs, maar de principes die jullie hanteren voor taal, ja, die zijn eigenlijk ongeveer hetzelfde voor het mbo, voor zover dat mogelijk is. Ja, en er wordt gewerkt aan een versie voor vmbo en mbo. Ah, oké. Okay. Ja. Dat is mooi. Goed dat ik hem laat zien dan. We hebben afgesproken met z'n drieën dat we al pratend door die mooie brochure heen gaan. En hij was al een tijdje geleden geschreven door Erna. Erna die heeft het, de pilot begeleid bij Deltion en Windesheim. Ja, bij Stichting Lezen hebben ze zoiets van in Zwolle gebeurt op de een of andere manier. Bij Deltion gebeurt veel op het gebied van taal, dat is bijzonder. En bij Windesheim gebeurde heel veel op het gebied van taal. Dat komt heel mooi bij elkaar. Waar heeft dat mee te maken? Hebben jullie een idee waarom dat juist allemaal in Zwolle zit? Of is dat toeval? Nee. Ik heb daar eigenlijk geen antwoord op, maar ik denk deze mooie samenwerking tussen Windesheim en Deltion. Oké. Maar ik denk wel eens wat er tot stand komt tussen de hogeschool en Deltion. Dat zou eigenlijk in andere plaatsen in Nederland ook moeten gebeuren. Dat er ergens een onderzoeksinstituut is en een ROC. En die dan samenwerken op het gebied van, in dit geval taal. Maar dat zou natuurlijk breder kunnen. In Zwolle gebeurt het. Dat stellen we eventjes vast. Ik heb een paar vragen voor jullie bedacht. Annemiek, jij bent natuurlijk meer van de praktijk van het ROC. En Anneke, jij bent meer van de achtergronden daarbij. Annemiek, jullie hebben bij Deltion ervoor gekozen om lezen en burgerschap aan elkaar te koppelen. Kun je aangeven waarom jullie daarvoor gekozen hebben? Ja, nou, heel veel burgerschapsthema's die zijn heel erg rijk aan taal. Dat spreekt de studenten ook echt enorm aan. En het is heel mooi als je die thema's, die dus ook in de maatschappij spelen, als je die binnen je vak Nederlands terug kan brengen en daar in de les Nederlands over kan hebben. Dus dat je het niet alleen over spreekt, maar ook over leest. Dus dat de leraar Nederlands die de buitenwereld in de klas brengt, dat je daarover leest, teksten daarin samen leest, daar vragen over stelt, daarover discussieert, daarover in gesprek gaat met elkaar en ook nog eens over schrijft. Dus dan koppel je zeg maar de beleving van de student heel erg aan de taal. En dat is heel effectief. Ja, en jij benadrukt sterk zeg maar dat inhoudelijke en dat actuele. Terwijl er zit niet gewoon achter van, nou ja, als je nou burgerschap en lezen aan elkaar koppelt of taal aan elkaar koppelt, is dat ook tijdwinst? Zoiets simpels, zit dat er ook achter? Nou, zou kunnen. Ja, het is voornamelijk, ja, studenten denken gewoon van, ja, we willen gewoon fijne lessen. En hoe kunnen we die het beste bieden? En als ik even vanuit mezelf ook spreek, ik was op een gegeven moment, ik was die methodes eigenlijk een beetje moe. Ik dacht, ja, waar haal ik daar nog voor mezelf op voldoening uit? Krijg ik het gewenste effect ook vanuit mijn studenten? Haken ze aan bij wat ik zeg? En toen kwam eigenlijk als geroepen, zeg maar, die pilot van burgerschap Nederlands. Waarin ik ineens dacht, hey, maar dit, zo kan het dus ook. En dit is gewoon een hele mooie manier om taalonderwijs aan te bieden aan studenten. Ja, dus jij stond daar eigenlijk gelijk al heel positief in. Jij wilde graag meedoen toen je dat hoorde. Maar had je ook niet een bepaalde bedenking of dat je dacht van, nou, dat vind ik eigenlijk best wel spannend?
Ja, nou, ik had wel iets van, ik moet even die methode loslaten waarin je dus die veiligheid hebt van, nou, ik werk op een niveau 4 opleiding, dat je echt die, ja, of je wel echt wel doet aan alle taaldomeinen op niveau 3F. Ja, ik dacht, ik ga het gewoon aan. We gaan dit gewoon met z'n allen gewoon doen. We hadden echt wel een team om op terug te vallen en te spannen. Maar ik merkte eigenlijk al heel vrij snel dat studenten in mijn lessen veel actiever werden. Dus ze waren veel actiever betrokken bij de teksten die ik met ze las. Stukken die ik uit het nieuws haalde. Stukken die ik uit programma's als Jinek in de klas bracht. Waarover ze gingen schrijven. Dat ik dacht, nou, ze hebben al meer geschreven dan wanneer je het hebt over een methode met een stukje tekst. Met 1 of 2 of 3 vragen daarbij. Dus ja. Ik was eigenlijk vrij snel overtuigd van, ah, dit is mooi. Oké, goed. Anneke, ja, als we hoorden net Kees Broekhoff natuurlijk spreken over, ja, er moet wel wat gebeuren aan taal en aan lezen in het mbo. En dat wil niet zeggen dat mensen dat nu natuurlijk niet doen, maar het kan altijd beter natuurlijk. Maar kan jij misschien, dat is een hele grote vraag hoor, maar kan jij globaal eens schetsen, waar komen nou die problemen van de taal bij mbo-studenten, ja, waar komen die vandaan? Is daar een oorzaak voor aan te geven, of zijn er meerdere oorzaken? Dat is een hele grote vraag, ja. In de eerste plaats is het natuurlijk niet alleen, we moeten dat niet beperken tot het mbo. Dus die problemen zitten in de hele onderwijsketen. In ieder geval kan ik warmhartig zeggen, of misschien juist zorgelijk zeggen, dat het in het hbo ook speelt. En dat is natuurlijk ook logisch, er zitten grote verbanden tussen mbo en hbo. Maar deze problemen beginnen natuurlijk al heel vroeg. Dus we hebben laatst weer een onderzoek gehad waarin men liet zien die verschillen zijn er eigenlijk al op 2-jarige leeftijd. En die beginnen natuurlijk door een verschil in taal en sociaal-cultureel kapitaal in het thuismilieu. En dan is het de grote, alomvattende opdracht van ons allen om daar, om dat grote verschil. Kijk, de sterken die hoeven niet zwakker te worden, maar degenen die met minder cultureel kapitaal in aanraking zijn gekomen en minder taalontwikkeling, dat bedoel ik eigenlijk in één groot geheel, in aanraking zijn gekomen, daarvoor zijn wij er om te zorgen dat die taalontwikkeling bijtrekt. Dat is, ja, voor mij, ik kom ook uit, ik heb in speciaal onderwijs les gegeven, dus dat is de grote opdracht van het onderwijs. En die opdracht, die speelt eigenlijk doorheen de hele keten, en die speelt doorheen de hele keten, omdat de taalontwikkeling niet iets is wat in een beperkt deel van het leven plaatsvindt, maar wat in het hele leven plaatsvindt. Dus we zien ook bijvoorbeeld dat 80-jarigen een betere woordenschat hebben dan 20-jarigen. Dat zien we en dat is interessant. Dat ontwikkelt zich je hele leven door, dat kun je ook voorstellen. Als we zien dat mensen die 1 jaar veel lezen, ineens een veel betere woordenschat hebben. Dus 1 jaar intensieve, dat is hetzelfde als waar Kees het over had ten aanzien van het boek wat hij naar voren haalde. Je kunt in 1 jaar kun je belangrijk bijtrekken op het vlak van woordenschat. En met name door het lezen van boeken. Ja. En waarom is dat nou, waarom lukt dat niet zo tot nu toe? Waarom gebeurt dat dan niet in het basisonderwijs? Waarom gebeurt dat niet in het voortgezet onderwijs? Wij, Erna en ik, denken dat dat voornamelijk komt door de methodes waar Annemiek het net over had. Want zoveel evidentie als er is voor de invloed van lezen op de taalontwikkeling, zo verschrikkelijk weinig tot omgekeerde evidentie is er voor het gebruik van methodes. Dus het betekent dat we allemaal heel druk zijn daarmee, maar dat het voor de taalontwikkeling niet zoveel oplevert. Nee, oké. Okay. Nou zijn we in mensen in het onderwijs zijn vaak wel goed om te wijzen naar anderen waar het dan verkeerd is gegaan. Dat is niet altijd
denk ik vanuit een slechte gedachte of zo, maar zo van dat je op zoek bent naar wat zijn nou eigenlijk de oorzaken. Dat als je in het mbo werkt, dat je terugwijst naar het vmbo en in het vmbo wijzen ze weer terug naar het basisonderwijs. En het basisonderwijs zeggen ze ja, het was de thuissituatie. We werken toch aan een goede doorgaande leerlijn, Anneke. Dan zou je zeggen, nou dat hebben we toch inmiddels al goed voor elkaar, want er is al... Hoe lang is het al geleden dat dat ingezet werd, zeg maar? Of is dat nog te kort dag? Nou, we werken eigenlijk... Je zou kunnen zeggen dat er grote zorgen zijn over die doorgaande leerlijn. En een van de zorgen... We hebben dat natuurlijk fantastisch proberen vorm te geven, maar ook uit handen gegeven aan commerciële partijen. Die ons doen geloven dat het goed is wat ze aanleveren. En die eigenlijk tot een enorme verarming in het taalgebruik zijn gekomen. In met name basisschool, VMBO en MBO methodes. Waardoor als je arm taalgebruik aanbiedt. Dan persisteer je eigenlijk. Dan houd je vol in het aanbieden van een arme taal. Van een relatief arme taalomgeving. Waarmee ik verder niks afdoe aan die gezinnen. Want ik vind het altijd naar om het hierover te hebben. Ja. Zij bieden andere dingen die belangrijk zijn voor kinderen. Ja. Alleen, komen deze kinderen met minder kapstokken voor die taalontwikkelingen in school. Waardoor wij juist die rijke taalontwikkeling op school moeten aanbieden. En dat is... Wat we nu proberen te compenseren door dat curriculum.nu daar heel helder stelling in heeft genomen. Want het kan niet meer zijn dat wij gebruik maken van methodes, zelfs methodes voor begrijpend lezen, die apert sterk verarmd en slecht taalgebruik vertonen. Want als ik arme taal aanbied, krijg ik een arme taalontwikkeling. Dus we hebben een doorgaande lijn. Van basisschool, VMBO naar MBO, naar HBO. Van het aanbieden van arme taal. Vanuit de overweging dat dat gemakkelijker zou zijn voor hen die een arme taal hebben. Ja. En nee, dat is niet waar. Nee, de termen rijke taal kwam ik Kees net ook over bij. Die komt nu ook weer bij. Daar kom ik zo meteen bij jou op terug, Anneke. Ik ga even naar Annemiek, naar meer de praktijkzaken. Want ja, je hebt te maken met niveau 4, vertelde je. Nou hoor ik wel van collega's uit het veld die zeggen dan, goed, niveau 4, dat is nog wel te doen op het taalgebied. En ik denk dat dat ook wel klopt, dat kan jij vast wel beamen. Maar hoe moet het dan bijvoorbeeld met niveau 2 studenten? En dan wordt vaak genoemd jongens die techniek doen bijvoorbeeld, dat is toch lastiger. Hoe gaat dat bij Delft? Ja, dat is wel wat pittiger hoor, dat onderschrijf ik gelijk. Ja, we proberen wel zoveel mogelijk te lezen met studenten. Dus wat Anneke ook al zei, doordat je heel veel leest, ontstaat een rijkere woordenschat. En we proberen dan juist ook het lezen, het Nederlands, dus weer te koppelen echt aan die burgerschapsdomeinen. Kijk, voor mijn vak, ik werk bij een opleiding verpleegkunde, is het soms heel makkelijk om ook hele mooie teksten en stukken uit media in de klas te brengen die ook nog gerelateerd zijn aan het beroep. En ik kan me voorstellen dat echt voor de techniek pakken, dat is dat veel lastiger. Daarom is het heel mooi dat je dan terug kan vallen op die burgerschapsdoelen en thema's. Ja. Maar ik snap, precies. Ik beschrijf dat het lastiger is dan een niveau 4 opleiding. Ja. Ja. En jij stapte er ook in met optimistisch in. En ook omdat je voor jezelf had geconstateerd van nou ja, zoals we het altijd deden, dat is eigenlijk de weg niet. Het moet op een andere manier. Dat was voor jou wennen en je vertelde dat je dan wel een clubje met enthousiaste collega's hebt. Ik kan me voorstellen dat studenten ook eventjes hun wenkbrauwen fronsten toen jij een andere aanpak ging hanteren. Is dat zo? Ja, zeker. Want ze zijn ook van hun vorige scholen ook gewend om te werken met een methode. Maar al vrij snel, want wij werken dan in 10 weken met een project. Bijvoorbeeld een project dat heet dan verzet. En verzet in de breedste zin van het woord. Dus verzet kan, een student kan denken aan de Tweede Wereldoorlog. Maar dat kan ook zijn verzet binnen een gezin. Hè, dat je ergens tegen verzet. Of verzet in de politiek.
En studenten werken dan zeg maar met mij 10 weken aan dat project. En als feedback kreeg ik na dat eerste project al, nou, dit is heel fijn, want we konden dus zelf kiezen welk boek we erbij lazen. En we hadden wel dus dat ze lazen vanuit dat thema, rondom dat thema verzet. Dus die autonomie, ze mochten wel zelf kiezen welk boek dan. Ja, ze waren daar gewoon enorm enthousiast over. Dat ze dus, ze hebben gewoon heel veel meer gedaan. Ze hebben heel veel gelezen, ze hebben heel veel geschreven. Ze waren eigenlijk, gaven ze als feedback, we hebben gewoon echt een hele prettige periode gehad van Nederlands. Veel leuker dan werken uit de methode. Toen dacht ik, ja, ik word door jullie gestimuleerd om nu verder te gaan. Dus dat was voor mij heel fijn. Ja, precies. Ja. En jij noemde even heel makkelijk van, nou ja, dan hadden ze boeken. Maar waar komen die boeken vandaan? Jullie hebben geloof ik een mediatheek wel bij Deltion? Ja, Deltion heeft een hele mooie mediatheek. En waar ik als toen ik startte met dat project, toen zei ik, nou, voor de volgende week moeten jullie een boek hebben en dan moeten jullie me dan meenemen naar de les. Maar later kreeg ik de ervaring, ik ben gewoon met ze meegegaan naar de mediatheek. Bij ons op het Deltion hebben we speciale kasten ingericht voor die thema's. Voor die, als ik dan even noem, het thema verzet. Er staat een hele mooie kast en we doen die kastdeur open en er staan echt 200, 300 boeken waar studenten uit kunnen kiezen. En dat zijn dus, kan ook zijn een boek over anorexia, maar dat heeft wel, dat heeft ook te maken met verzet, maar het kan ook zijn onafhankelijkheid in Zuid-Afrika. Weet je, dat is ook verzet, dus dan kunnen studenten zelf een boek kiezen. Dus wij hebben wel de luxe dat daar heel enorm mooi is ingericht. Zeker. Ja, precies. Oké. En jullie hebben in Zwolle, dat heet Zwolle dan natuurlijk weer, een hele goede bibliotheek ook natuurlijk. Ja. Nou, dat hebben ze gelukkig op heel veel andere plekken ook. Anneke, ik kom eventjes bij jou terug. Want ik hoor, het zijn thema's. Zo werken jullie wel vaker, hè? Erna en jij, om het zeg maar taalonderwijs thematisch in te richten. Kan je uitleggen waarom dat op die manier gaat? Ja, dat heeft eigenlijk te maken met kernprincipes uit de woordenschat en begripsontwikkeling. Woordenschat en leesbegrip. En daar is onderzoek naar gedaan. Natuurlijk meerdere onderzoeken die daarover bij elkaar komen. Worden voornamelijk goed gestimuleerd als je langere tijd over één thema bezig bent. En we zien bijvoorbeeld dat in het middelbaar onderwijs en in het basisonderwijs wordt heel veel de methode nieuwsbegrip gebruikt. Waarbij steeds andere themaatjes naar voren komen. En we zien dan dat juist taalzwakke leerlingen daar niet van profiteren. Dus als je langer werkt over één thema, dan krijg je eigenlijk iedereen daarin mee. Dan herhaal je de woorden en de begrippen die daarin zitten vaak genoeg door daar verschillende dingen over te lezen, door daar die begrippen steeds rijker te vullen, zodat werkelijk woordenschatontwikkeling kan plaatsvinden. Zo zien we woordenschatontwikkeling bijvoorbeeld ook fantastisch plaatsvinden als kinderen en leerlingen en studenten series gaan lezen. Omdat die serie steeds weer in dezelfde woordenschat van de auteur geschreven is. He, als één auteur een serie schrijft, dan komt zijn typische woordenschat steeds weer terug. En zo zie je dat ook met deze thema's. Dus we zijn heel erg sterk ons bewust geworden als taaldocenten, wat Erna en ik natuurlijk allebei zijn. Zijn we ons bewust geworden dat taalonderwijs in primaire zin ook echt een doorgaand thema moet hebben. Echte inhoud die ook belangrijk is op school. En voor basisonderwijs. Brede thema's zijn dat. Hele brede thema's. Brede thema's waarover veel te lezen valt. En voor het basisonderwijs gaan we daar vaak aansluiten bij de zaakvakken. Je kunt je voorstellen dat geschiedenis een heel mooi thema is waar ontzettend veel over te schrijven en te lezen valt. En we waren op die manier ook op zoek naar wat is nou een mooi thema om dit mee te doen, om die taalontwikkeling mee te stimuleren, maar ook de kennisontwikkeling rondom dat thema. Dus het mes snijdt aan twee kanten, niet taal los. Nee, precies. Taal, het is functioneel en betekenisvol. Een functionele betekenisrol, een echte ontwikkelingskans omdat je langer durende thema's hebt. En dan was natuurlijk een uitgelezen thema voor mbo is dan burgerschap. Want dat delen alle studenten binnen het mbo met elkaar.
Begrijpend lezen en taalontwikkeling zijn een belangrijke voorbereiding voor maatschappelijk functioneren. En dat is burgerschap ook. En als je die twee en, samen... Sorry dat ik je onderbreek, maar de term rijke teksten is al regelmatig gevallen. Nu denk je dat even moet toelichten dat niet voor iedereen helemaal precies duidelijk is wat je daarmee bedoelt. Want bij die thema's worden dus vooral rijke teksten gebruikt. Er worden rijke teksten hergebruikt. Dat zijn echte authentieke teksten die met een authentiek doel geschreven zijn. En die niet herschreven zijn tot korte zinnetjes waaruit verbindingswoorden ontbreken. En we hebben dus onder invloed van de AVI-normen en de CLIP-normen hebben we, je moet maar eens goed kijken naar al onze schoolmethodes, die voldoen daar werkelijk bijna allemaal aan. Hebben we hele korte zinnetjes met eenvoudige structuren. We zijn gaan kijken naar eenvoudiger woordenschat. Dat is nou net een manier om taal niet te ontwikkelen. Dus we gebruiken echte authentieke taal. Ja. Waarbij we soms bijvoorbeeld wel werken met stripboeken, met luisterboeken. Luisterboeken zijn natuurlijk voor de taalontwikkeling. Als je het vanuit taalontwikkelings- en begripsperspectief kijkt... een uitstekend alternatief. En ik zag net even een vraag van... zijn dan nieuwsprogramma's en films ook een uitstekend alternatief voor de taalontwikkeling? Het antwoord daarop vanuit onderzoek is nee. Boeken zijn uitzonderlijk veel beter op het vlak van taalontwikkeling. Maar je kunt wel filmpjes gebruiken om je een weg te banen naar het boek. Dus je kunt, wij gebruiken het wel als... scaffolding. Ja, want ik hoor ook wel eens, niet per se in het mbo, maar ook in andere onderwijssectoren, dat docenten dan denken van, misschien vinden ze de tekst in het boek wel erg ingewikkeld, maar ik heb een heel mooi filmpje op YouTube. Is dat dan niet een oplossing? Dat suggestieve is een vraag dit. Maar... Dat is een suggestieve vraag. Maar dat is een... Dat is een oplossing, maar het is wel een hele jammere oplossing, omdat het een enorme verarming betekent. Ten eerste zijn studenten vaak, hebben we veel onderzoek over dat studenten passief reageren op filmpjes. Dus dat de hersenen gewoon minder actief zijn bij het verwerken van filmpjes. Yeah. Dat is waarom het zo ontspannend is. En ten tweede is het zo dat er toch vaak dat er veel minder taal in gebruikt wordt. Dus er wordt veel meer aanvulling misschien wel. Wel. En soms als wat wij noemen scaffolding, om een tekst te vereenvoudigen, is het wel goed dat je wat beelden laat zien en dat je daar ook over praat. En dat je dan pas in die tekst gaat, omdat je die context dan al wat beter begrijpt. Dus voor taalzwakke studenten is dat wel belangrijk. Goed. Annemiek, want we hebben het nu zijn allemaal mooie, prachtige verhalen die jullie nu vertellen over hoe dat er allemaal aan toe gaat. Maar ja, jullie werden wel aan het werk gezet als docent om natuurlijk die lessen te ontwerpen. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, er lag wel een heel mooi draaiboek hoor. Er was wel een ruwe opzet, was er wel gemaakt. En daarbij vind ik het heel prettig als leraar dat ik dat stukje autonomie krijg om zelf invulling te geven aan die lessen. En zelf te kijken van wat spreekt mij nou aan, wat spreekt mijn studenten dan aan. Dus dat is wel heel prettig dat dat gewoon kan. We werden wel aan het werk gezet, maar ik hou ervan. Dus je moet een beetje creatief zijn, iets out of the box, van wat is nou mooi, wat bied ik mijn studenten aan? Op welke manier? Hoe laat ik ze meer met elkaar in gesprek gaan? Dat is heel mooi. En daarnaast zit ook altijd het lezen van het boek. Dus misschien heb ik dat niet heel goed nog benadrukt. Maar in ons voorbeeld, wij geven dan 1,5 uur Nederlands. In ons voor coronatijdperk. En echt een strikt onderdeel van onze les is altijd lezen. Dus we lezen minimaal 30 minuten met onze studenten per les. En het mooie vind ik, nu hebben we ons lesrooster omgegooid. En dan heb ik het even over mijn opleiding, waarin we onze lesinhoud ook hebben aangepakt en het lesrooster hebben gecomprimeerd. Maar mijn collega's vinden het lezen van boeken ook enorm belangrijk, omdat
als onderdeel aan te bieden van de opleiding. Dus nu valt het lezen niet meer bij Nederlands, maar valt het onder het kopje groepscoaching. Yeah. Dus, wat Kees ook al benoemde eerder al, van je moet het ook wel een stukje kunnen aanbieden. Hè? Dus je kunt wel zeggen van studenten moeten het doen en dan laten we het bij. Maar als je het als opleiding ook faciliteert en ze de mogelijkheid biedt om te lezen, dan is dat ook makkelijker voor studenten om te beginnen. Ja, en kan jij zeggen dat bij Deltion inmiddels wel een echte leescultuur is ontstaan onder de docenten en misschien zelfs onder studenten? Ja, wel steeds meer. Ja, steeds meer. Ja. Kan nog meer. Ja, precies. Want bij die pilotgroepen, daar zijn ook meer docenten ook aangehaakt, hè, gaandeweg. Ja, klopt. Ja, dus we zijn gestart met 12. Die hoorden van het succes. Ja, dus we starten met 12. En dat heeft zich eigenlijk wel uitgebreid. Maar er zijn nog steeds ook collega's wel bij Deltion die het heel prettig vinden om te werken met de methode. Dus we zeggen niet heel strak van je moet werken op deze manier. Maar we proberen dat wel anderen te enthousiasmeren. Dat deze manier van het bieden van het vak Nederlands burgerschap, dat ja. Effectiever is. Ja, precies. Ja, ik las in het rapport van Erna dat er zelfs in het rooster het vak Burlands is opgenomen. Dus een combinatie van burgerschap en Nederlands. Ja. Nou, ja. Dat zegt wel iets natuurlijk, dat zo ontstaan is. Ja, en dit is gewoon echt. Het is niet van, nou, we vertellen dit nu even leuk voor jullie allemaal. Maar dit is gewoon, dit is non-fictie. Ja, precies. Die non-fictie. Ja, zeker. Want heb jij, Annemiek, een tip voor collega's op andere scholen die zeggen, nou, dat smaakt naar meer. Dat wil ik ook eigenlijk wel. Heb jij een tip om te zeggen van, nou ja, doe dit, doe dat niet in ieder geval? Nou, probeer echt inderdaad zoveel mogelijk te lezen pas burgerschapsthema's toe in je les. Maar waar ik zelf ook heel veel aan gehad heb, is om toch met collega's te sparren. Nou, wat doen we nu? Wat is voor de studenten goed? Dus dan kom je een stuk verder. Ja, maar gewoon doen. Ja, ja, gewoon doen. Oké, dat is een goed advies. En even kijken hoor, tot slot. Anneke, we hebben het heel erg over taal en de leesvaardigheid in dit verband. Dat is ook logisch, want daar gaat dit webinar ook over natuurlijk. Heeft het nog meer resultaten dan alleen maar dat het gaat over lezen en taal? Dat je op zo'n manier werkt, thematisch. Ja, dit heeft natuurlijk ook resultaten voor langdurige leerprocessen op het vlak van burgerschap. Ja. Dus er ontstaat en er ontstaan gesprekken die anders nooit ontstaan zouden zijn. Dus je ziet dat ook andere onderdelen van ons onderwijs dezelfde fragmentatie kennen van ik bied een beetje dit aan, ik bied een beetje dat aan, ik bied een beetje dat aan en dan heb ik het maar zeker gedekt. Hè. Dat was waar Annemiek het eigenlijk ook over had. Die fragmentatie in taalmethodes, die zit eigenlijk in al onze methodes. En dat wil zeggen ook burgerschap. Ja. En daar kan je je veilig bij voelen, maar je moet je wel afvragen, is dat een schijnveiligheid? Ja, precies. En het is wat natuurlijk mooi dat er een connectie ontstaat met actualiteiten. Hè? Wat er in de tijd gebeurt. Dus Annemiek noemde een filmpje van Jinek dan bijvoorbeeld. Ja, oké, dan ben je bezig met zaken die om je heen gebeuren. Ja, en dat heeft wezenlijke impact op je studenten. In mijn lectorale reden heb ik het verhaal verteld van een van de studenten van Deltion. Die zei... Ik had nooit zo beseft hoe dat zat in de Tweede Wereldoorlog. Maar door deze lessen, door te lezen hierover, ben ik mij gaan afvragen hoe dit eigenlijk zat. En toen bleek dat in de bakkerij waar ik werk, dat daar Joodse onderduikers hebben gezeten. Dus zij was door een hele andere bril, zij was mensen daarover gaan interviewen, door een hele andere bril naar het leven gaan kijken eigenlijk. Ja. Ja, precies. En dat zijn dingen, kijk, boeken zijn ook, met boeken ga je toch een langduriger verhaal aan, zal ik maar zeggen, dan met allerlei geïsoleerde lesjes over geïsoleerde onderwerpen. Boeken beïnvloeden ons brein, beïnvloeden ons denken. En dat denken en dat brein zijn natuurlijk essentieel, ook bij burgerschap. Ik zie prachtige dingen voor me, ook op het vlak van digitale geletterdheid en de digitale burgerschapsgevaren waar wij mee
waar we mee geconfronteerd worden. En de prachtige boeken die we daar al over hebben. En die we studenten kunnen laten lezen. Dus het gaat verder dan dat. Het is een pedagogisch iets ook. Ja, zeker. Nou, er zijn ook nog vragen van die gesteld zijn in de chat. Ik zal even kijken. Hier is een vraag van, ik denk Annemiek, dat jij die het beste kunt beantwoorden. Het betrekken van het vak Engels bijvoorbeeld bij zo'n burgerschapsthema. Gebeurt dat bij jullie ook? Of gaat het echt alleen maar om Nederlands en burgerschap? Ja, vooralsnog is het burgerschap Nederlands, maar binnen mijn team zijn de collega's Engels eigenlijk ook al veel meer bezig met ook lezen van boeken. En ook, ook hangen van opdrachten daar weer aan, anders dan hoe ze het deden. Maar je zou misschien dat nog breder kunnen trekken. Ja, precies. Oké. Even kijken hoor. En ik heb hier nog een andere vraag. Wie verzorgt de aanschaf en indelen van de boeken op thema bij Deltion? Ja, nou, dat kan jij, denk ik, Annemiek ook het beste vertellen. Ja, dat zijn de medewerkers van het NICT. Voor mijn opleiding is dat met name Carla Brugman, die daar heel erg goed in is. Ja, precies. Maar, en dat is vaak ook een centenkwestie. Dat wil wel zeggen, denk ik, dat het college van bestuur van Deltion daar geld voor over heeft. Ja, het is erg belangrijk, ja. Ja, precies. Je moet sowieso ondersteund worden van bovenaf natuurlijk, maar ze moet ook met een potje geld komen, anders lukt het niet. Ja. Oké. Ja, want er klinkt een klein uit deze vraag klinkt een beetje jaloezie van, want je moet wel geld hebben om boeken in zo'n mediatheek te hebben natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Ik heb een ander project ook geschreven, dat was dan creatief schrijven. En dan ben ik met de studenten gewoon naar de stadkamer in Zwolle gegaan. Dus dan heb ik dat georganiseerd om gewoon echt fysiek met mijn klas daar naartoe te gaan. En dat werkt ook. Ja. Dat is ook heel mooi. Ja, oké. En laatste vraag en dan moeten we stoppen gezien de tijd. Gaat het om Nederlandse literatuur wat gelezen wordt? Of is er ook ruimte voor young adult? Volgens mij is het wel heel ruim wat er gelezen kan worden, hè? Ja, het is heel ruim hoor, want als je het hebt over niveau 2 zouden het ook stripboeken of magazines kunnen zijn. En als ik het heb over niveau 4, dan vragen ze wel eens, mag ik dan dit en dit boek lezen? Ik zeg, nou, volgens mij is het een jeugdboek, kun je het beter niet doen, want je bent die taal al voorbij. Maar begin maar eens en dan komen ze eigenlijk vrij snel al tot de conclusie, ja, nee, dit is niet meer mijn belevingswereld. En dan kiezen ze vanzelf een wat lastiger boek. Ja. Oké, goed. Hartelijk dank allebei voor dit interview. Jullie mogen er nu uit, zoals dat dan heet. Ja. En dan zeg ik tegen alle aanwezigen, we houden eventjes een korte pauze tot 11:15. Dan gaan we 11:15 exact weer verder met Marcel Prins en Henk Steenhuis. Tot zo. Oké, dan gaan we weer verder met het laatste onderdeel alweer van deze webinar. Marcel Prins en Henk Steenhuis. Ja, daar is Marcel. Kijk of Henk zover is. Ja, Henk is er ook. We zijn er. Ik zal jullie even introduceren voordat jullie kunnen starten. We zijn eigenlijk van heel breed taal in het begin met Kees Broekhoff, van Anneke en Annemiek naar iets meer toegespitst op taal en burgerschap. Gaan we nu naar een thema toe wat heel goed bij burgerschap past, maar daar horen ook een boek bij en een website. Dus ja, dat is ook een en al taal. Dus die combinatie, die gaan jullie zo meteen verder toelichten. Even kort introductie. Marcel is documentairemaker, Marcel Prins. En Henk Steenhuis is trouwredacteur. Vorig jaar hebben we elkaar ontmoet. Nou, eigenlijk in 2019 alweer, om samen te werken rond het boek Ondergedoken als Anne Frank, een mooi project wat paste binnen 75 jaar vrijheid. Dat waren we toen aan het voorbereiden. Toen gingen we daarmee aan de slag vorig jaar samen ook met de MBO-raad en ROC Friesport uit Leeuwarden met Koen Vos. We hadden prachtige dingen voorbereid. Het boek was opnieuw uitgegeven. Er waren lessen ontworpen. En jullie trokken het land in om docenten op de hoogte te stellen van dit mooie project. En toen kwam corona en toen kon het geen doorgang meer vinden. We zijn elkaar natuurlijk niet uit het oog verloren, want we willen graag een nieuwe start maken in 2021 met elkaar. En
ja, het draait om een boek, zei ik al, wat Henk heeft geschreven. Het draait om een mooie interactieve website die Marcel heeft gemaakt, samen met iemand anders. Ik zou jullie aan het woord willen laten om te vertellen ja, wat jullie doen en wat jullie kunnen betekenen voor het MBO. Nou, ik zal het heel kort houden in het begin. Ik ben Marcel Prins. Ik ben initiatiefnemer van het project Ondergedoken als Anne Frank. Ik ben documentairemaker, filmer en fotograaf. Ja, en zoals Peter al zei, ik ben de schrijver van het boek Ondergedoken als Anne Frank. Waar we nu ook verder dieper op in zullen gaan. Maar eerst gaat Marcel wat meer vertellen over de film die we erbij gemaakt hebben. Ja, Ondergedoken als Anne Frank is een cross-media project. Dat houdt in, het bestaat uit een boek, een webapp, lesbrieven en een luisterboek. En zoals Peter al zei, gewoonlijk geven wij lezingen over dit project in levende lijven, maar dat kan nu even niet. En we hebben in opdracht van Stichting Lezen bij ons project daarom een film gemaakt van ongeveer een half uur, waarin we het project toelichten. En bij die film zijn weer lesbrieven gemaakt, ook door Henk. En het idee is dat we nu eerst even 7 minuten van die film kijken, want eigenlijk is dat een soort van lezing over het project. Laat daar eerst 7 minuten van zien en daarna zullen we kortjes vertellen over de totstandkoming van het project. En zal Henk de lesbrieven verder toelichten en hoe we die geschikt hebben gemaakt voor het MBO. Maar om te beginnen willen we heel graag eerst even die eerste 7 minuten laten zien. En die worden ingestart als het goed is nu door de webmaster. Ondergedoken als Anne Frank is een project over de Joodse onderduikers in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Veel onderduikers hebben de oorlog niet overleefd, omdat ze werden verraden of ontdekt werden tijdens zoekacties. Het bekendste voorbeeld daarvan is Anne Frank. Ieder jaar staan er ongeveer 1 miljoen mensen in de rij om te zien hoe en waar zij was ondergedoken. Het verhaal van Anne Frank is weliswaar uniek, maar staat niet op zichzelf. Met dit project wilde ik zichtbaar maken hoe divers de verhalen van al die onderduikers zijn en dat hun ervaringen heel erg van elkaar verschilden. Ik sprak met een aantal onderduikers die de oorlog wel hebben overleefd. Eén van hen is mijn moeder. Mijn moeder is ondergedoken in de zomer van 1942. Ze was toen een meisje van bijna 6 jaar oud. Het eerste adres waar ze terecht kwam was Galileeplantsoen nummer 2 in Amsterdam. Ze werd vaak naar de speeltuin gebracht als er bezoek kwam dat niet mocht weten dat ze daar in huis was. Ze vertelde me er dit over. Tante Loes mocht vooral niet weten dat ik daar in huis zat. Dus als men ook maar het vermoeden had dat tante Loes kwam, dan werd ik naar de speelplaats gestuurd. Maar ik zat dagen op die speelplaats. Verschrikkelijk. Want ik had niks te doen. Ik zat er met een emmertje en een schepje in het natte zand. Er zat een groot hek omheen, om de hele speelplaats. Een hek van ja, van dat soort kippengaas, weet je. Een beetje groter, van dat ijzerdraad. Met een deur en er stond een huisje op waar de bewaarder van de speelplaats zat. En nou, dan was er een grote zandbak, in mijn gevoel grote zandbak. Er was een draaimolen waar je dus, weet je wel, die je moest aanzwengelen door te lopen. Nou, dat deed ik niet. Er was een glijbaan. En er waren een paar schommels. Misschien was er nog een wip. Toen ik me voor dit project verdiepte in de verhalen van andere onderduikers, ontdekte ik dat die allemaal heel verschillend zijn. Het is onmogelijk een algemeen beeld te schetsen van de ondergedoken Jood of van de plaatsen waar werd ondergedoken. De mensen die mij hun verhaal vertelden voor dit project waren ondergedoken op 1 tot wel 42 adressen. Ontvingen warmte of werden juist mishandeld? Zaten in de stad of op het platteland? Waren alleen ondergedoken
of met anderen. Moesten zich verbergen in een schuilplaats. Of liepen gewoon vrij rond. Mijn opa en oma, de ouders van mijn moeder, vermoedden dat onderduiken de enige manier was om de oorlog door te komen. De kans op overleven leek hen het grootst als ze het gezin zouden opsplitsen. Het moet een vreselijk dilemma voor ze geweest zijn. Ze wisten toen nog helemaal niet of ze hun kind ooit terug zouden zien. Hoe ging dat eigenlijk, onderduiken? Waar moest je naartoe? Wie kon je vertrouwen? Onderduiken kostte heel veel geld dat de meeste mensen niet hadden. De leidende instanties moedigden Joden ook niet aan om onder te duiken. Integendeel, het werd heel goed duidelijk gemaakt dat alle Joden mee moesten werken met de bezetter, zelfs strafbaar waren als ze dat weigerden. En verder moest je alles achterlaten en opgeven. De meeste Joden doken dan ook niet onder, hielden hun kinderen bij zich en wachten af. Diegenen die wel onderdoken of dat probeerden, hebben allemaal hun eigen verhaal. Die verhalen zijn allemaal uniek en verschillend van elkaar. Wat die verhalen wel gemeen hebben, is dat je je als onderduiker moest verbergen. Je moest je identiteit opgeven. Wat is dat eigenlijk, identiteit? Het allerbelangrijkste is misschien wel je naam. Het eerste wat je zegt als je je voorstelt. Kinderen die onderdoken kregen bijna altijd direct een nieuwe naam. Een onderduiknaam. Zo werd Lowina de Levi Loetje de Laat. Rita Degen, Rietje Houtman. Bloemen Emde werd Nancy Altman. Bloemen vertelde hoe bijzonder het was toen ze haar naam weer kon zeggen. De aanleiding was vreselijk. Ze was verraden en opgepakt, maar toch zei ze: ik proefde mijn eigen naam op het puntje van mijn tong. Jack Elion, die in de onderduik Henkie Mulder heette, vertelt in dit fragment hoe diep zijn onderduiknaam zat ingeprent. Nou, de bevrijding kwam en toen zeiden ze tegen me: nou, zeg nu maar hoe je heet, want de oorlog is voorbij. Maar ik had mijn tante in Haarlem beloofd, ik zou nooit mijn naam zeggen. En als ik iets beloof, dan doe ik dat ook niet. Ze hebben gesmeekt, ze hebben geslagen, ze hebben nou van alles geprobeerd. Ik zei, ik weet het niet. Ik weet niet meer hoe ik heet. Maar in mezelf zei ik, ik heet Jackie Elion, want ik wist het wel. En in Westerbork kwamen allemaal lijsten uit van kinderen die weer opdoken. Maar mijn naam stond er natuurlijk niet bij, want ik was onbekend. En toen op een gegeven moment, toen was er gezegd, er zit daar een jongetje en het weet zijn naam niet meer. Maar we moeten kijken of we zijn ouders kunnen vinden. Want in Westerbork waren natuurlijk een heleboel mensen die kinderen hadden en die niet meer terugkwamen. Die vermoord waren. Er was een verpleegster van het Rode Kruis. Heeft me achter op de fiets meegenomen. Na een Rode Kruispost in Sneek. Nou, dan kwam ik in een lokaal met allemaal heel streng kijkende dames en heren. En toen werd er op een gegeven moment gezegd van, kreeg ik een duw in mijn rug. Ga maar naar je mami toe. Ik had er al gezien met binnenkomen. Dat is het. Maar ik mocht niet naar dat toe. Ik moest bij nummer 1 beginnen. Nou, er zaten 20 kaalgeknipte vrouwen op een rij. Ze zaten ongeveer op de 17e plaats. Tegen het einde van de rij. Nou, toen sprong ik bij haar op schoot. Ja. Waar ik al die jaren naar verlangd had. En ineens was ze er. Ik heb me nooit meer zo een met haar gevoeld als op die dag in dat lokaal in Sneek. Ja, Marcel was al een tijdje bezig met dit prachtige project toen hij mij daarover vertelde. En toen vroeg ik hem ook, wat doe je eigenlijk met al die interviews die je gehouden hebt met die onderduikers? Ga je die ook uitwerken? Nee, dat dacht hij eigenlijk niet. Toen vroeg ik hem, kan ik er eens eentje bewerken om te laten zien hoe dat werkt, die banden die je hebt opgenomen, dat het meer kan zijn dan alleen de animaties?
Dat heb ik gedaan en ik heb het verhaal van Marcels moeder uitgewerkt. En ik heb het laten lezen aan de hoofdredacteur van Trouw en aan een redacteur van uitgeverij Atheneum voor Lakker van Gennep. Die waren enthousiast en dat werd toen het volwassen boek Andere Achterhuizen. En dat boek werd later door Querido gevraagd van kunnen jullie daar ook een jeugdversie van maken? En ik vind het mooi om te benadrukken dat die jeugdversie geen armere taal heeft. Die jeugdversie is alleen ietsje anders, omdat ze hem wat korter hebben gemaakt, de verhalen. De meeste verhalen lopen in de volwassen versie door en naar het heden. En in de jeugdversie laten we het eigenlijk na afloop van de oorlog stoppen. We zijn daarmee aan de slag gegaan en later is daar een Duitse vertaling gekomen. En het is mooi om te benadrukken dat die Duitse vertaling via de website tot stand gekomen is. Zo werkt dat dus, dat multimediale project, naar verschillende kanten. Daarna kwam ook een Amerikaanse vertaling en dat was helemaal mooi, want die heeft prachtige recensies gekregen, onder andere in Kirkus en ook in de New York Times stond een schitterende recensie. Het project trok vervolgens de wereld over, kreeg lof in Duitsland. Er kwam ook een Spaanse vertaling en het is een bestseller geworden in Amerika, waar we er meer dan 100.000 van hebben verkocht. En in Groot-Brittannië won het boek de bibliotheekprijs. Dat is eigenlijk een beetje de achtergrond van het boek, de geschiedenis daarvan. En vorig jaar kreeg het project een nieuwe impuls, waar Marcel weer iets over gaat vertellen. Ja, ik dacht, als het in het buitenland eigenlijk zo goed werkt, en vooral in Amerika, werd het heel veel ook gebruikt op scholen voor het onderwijs. Dacht, ja, dat moet toch ook in Nederland misschien wat professioneler en beter kunnen we dat aanpakken. Ik hield wel af en toe wat lezingen op scholen, ook met gebruik van met de website als illustratiemateriaal in het boek. Maar dat moet beter kunnen. Het nadeel op dat moment was alleen dat de website was inmiddels 10 jaar oud. En die had dus eigenlijk echt een grote APK nodig. En heb ik toen subsidie aangevraagd bij het Mondriaan Fonds om dat website te updaten en ook wat uit te breiden met nog wat meer verhalen ook in de provincie. Toen is er een samenwerking tot stand gekomen met Stichting Lezen en de MBO-raad. En ook met Koen Vos, practor brede vorming van het ROC Free Support. En samen zijn we toen lesbrieven gaan ontwikkelen voor het MBO. En omdat die website geüpdate werd en dat het allemaal technisch ook weer werkbaar werd, konden we dat project ook verder uitbreiden. Misschien is het leuk als ik even heel kort, omdat dat nu heel lastig is. Ik kan mijn schermen nu delen als het goed is. En dat ik heel even kort iets laat zien op de website zelf, dus op de webapp zelf, hoe die werkt. Je kunt hem op twee manieren kun je hem eigenlijk benaderen. Dat is nou vanuit het boek. In de kantlijn van het boek staan QR-codes. En als je die scant, dan kom je eigenlijk vanuit het verhaal wat je aan het lezen bent, kom je in het verhaal online. Dus kun je de filmpjes erbij zien. En als ik nu even naar de website ga, je ziet eigenlijk al meteen, het is een kaart van Nederland. En op die kaart staan allemaal puntjes. En wat ik daar direct belangrijk aan vind, is dat je doordat je die kaart ziet en die puntjes ziet, zie je eigenlijk direct dat die onderduik eigenlijk door heel Nederland plaatsvond. En niet alleen iets was wat zich in Amsterdam afspeelde. Naast de kaart zie je een hele boel namen. Dat zijn de namen van alle mensen die ik voor dit project heb geïnterviewd. Als je op zo'n naam gaat staan, zeg maar, of je klikt er even op, dan zie je ook de onderduikroute en ook alle adressen waar iemand ondergedoken heeft gezeten. En dat kunnen er, nou in dit geval zijn het een stuk of 8, 9 adressen. En in dit geval zijn het er weer wat meer of minder. Het zijn er maar 2 of 3. En je kunt dus zo eigenlijk kijken hoe eigenlijk iemand zich door Nederland heen heeft bewogen gedurende die onderduikperiode. Als je nog een keertje op die naam klikt, dan kom je echt in het verhaal van die persoon. En dat verhaal wat je hier kunt lezen, is echt exact hetzelfde verhaal als wat in het boek staat. Dus je kunt eigenlijk een papieren boek lezen, dan lees je eigenlijk dezelfde letters, zou je kunnen zeggen. Maar je kunt ook het online lezen. En je kunt ook nog half-half doen. Dus je kunt ook, wat ik net al zei, je kunt ook het boek lezen en dan halverwege met je telefoon een QR-code scannen op je telefoon het filmpje zien. Als je ervoor kiest om online het verhaal te bekijken,
Dan zie je een aantal dingen. Je ziet bijvoorbeeld hier een foto. Je kan eigenlijk alles wat je ziet kun je aanklikken. En dan verschijnt er ook een beschrijving onder. Het is in dit geval het jongetje wat zijn naam niet wilde zeggen, Jack Elion, gedurende zijn onderduik in Zeist. En je kunt altijd ook weer terug naar de kaart als je terug wil. Als je door dat verhaal heen scrolt, dan kom je eigenlijk vanzelf foto's en archiefmateriaal tegen. Nou, die is de eerste dan, maar nou, je, en eigenlijk overal kun je klikken. Dit is Jack met zijn moeder in 1939, dus vlak voor de oorlog. En een vals persoonsbewijs van zijn vader, ook dit kun je aanklikken en klapt dan ook soms uit of er zijn nog wat meer mogelijkheden verschijnen. En als je dan doorscrollt, zie je ook hier links, zie je ook eigenlijk, behalve dat je hier door het verhaal scrollt, zie je ook links hoe het verhaal zich door Nederland verplaatst. En je komt dan, onderweg kom je ook die animaties tegen. En die animaties zijn eigenlijk allemaal gebaseerd op het interview wat gehouden is met de mensen die ondergedoken zijn geweest. En die tekst die heb ik eigenlijk gemonteerd tot een heel kort fragment. En dat fragment, dat kom je dan eigenlijk gewoon en lees je het en kom je het als een, als een kleine animatiefilm kom je het tegen in de tekst. En die kun je dan ook hier gewoon aanklikken en dan begint hij te spelen. En je kunt ook, zeg maar, voor anderstaligen zit hier ook nog een vertaling onder Engels en Duits. Nou, als je dan doorscrollt, dan komen nog een aantal dingetjes. Hier ook bijvoorbeeld een oproep, opsporingsbericht van Jack van vlak na de oorlog, omdat ze hem wisten dat hij er nog was, maar ze konden hem niet vinden. En als je dan helemaal doorscrollt naar beneden, dan zie je altijd de foto van de persoon. Ik zou bijna zeggen in het hier en nu, maar dat klopt dan niet meer. Dat is in ieder geval de foto van de persoon op het moment dat ik die persoon heb geïnterviewd. In dit geval is dat geweest op 17 december 2009. Wat je ook tegenkomt vaak, daar heb ik even een ander verhaal voor nodig. Het verhaal van Bloemen Emden bijvoorbeeld. Die zei van, ik proefde mijn naam op het puntje van mijn tong. Wat je ook vaak tegenkomt zijn dikgedrukte woorden. Bijvoorbeeld hier Hollandse Schouwburg. En dat zijn vaak woorden die niet meteen duidelijk zijn. Het zijn vaak specialistische woorden of jargon, zou ik maar zeggen. En als je daarop klikt, dan wordt er eigenlijk een uitleg, een soort voetnoot als het ware, wordt er gegeven, waarin je die uitleg kan lezen. En dan vaak zie je dan ook nog wel meer, bijvoorbeeld een linkje naar in dit geval de Hollandse Schouwburg, of naar de begrippenlijst van het Joods monument, waar je naar toe kan klikken. Ik ga even terug naar die kaart. Hierbovenin zie je dan ook nog eigenlijk een soort inhoud, tabblaadjes. Waarmee je door die nog meer dingen kunt bekijken, iets over de site, recensies. En ook de lesbrieven. Hier staan nog andere lesbrieven dan de lesbrieven waar Henk het straks over zal hebben. Dat zijn nieuwe lesbrieven die speciaal nu ontwikkeld zijn. En als het gaat over boeken, dat is natuurlijk het boek, maar ook het luisterboek kun je hier vinden. Dus je kunt ook alle verhalen nog beluisteren, mocht je niet gezien hebben om het helemaal te lezen of het leuk vinden juist om op een andere manier het verhaal te beleven, dan kun je het ook luisteren. En het luisterboek is ingesproken door jongeren, een aantal jongeren die voorleeswedstrijden hebben gewonnen. Even kijken. In het eerste deel van de film zagen we de animatie van het jongetje dat zijn naam niet wilde zeggen, Jackie Elion. En wij waren eigenlijk aan het nadenken over hoe we de koppeling naar het heden kunnen leggen. Dus hoe we eigenlijk die verhalen van toen kunnen relateren aan thema's in het hier en nu ook. En we kwamen eigenlijk al heel snel op dat in de onderduik eigenlijk al je vrijheden worden afgenomen. En vrijheden is iets natuurlijk wat van alle tijd is en wat je ook eigenlijk kunt soort van rubriceren. In het eerste jongetje, de vrijheid om je eigen naam te mogen zeggen bijvoorbeeld, dat spreekt heel erg voor zich. En een tweede vrijheid is ook een hele voor de hand liggende vrijheid, is vrijheid om te gaan en staan waar je maar wilt. Nou, om hoe we die vrijheden eigenlijk benoemd hebben, daar gaat Henk zo wat meer over vertellen, maar ik dacht het is wel een mooie, een soort van metafoor zou je bijna kunnen zeggen, hè, dat het zelf vanzelfsprekend vrijheid, net als eigenlijk gezondheid,
Je denkt er helemaal nooit over na, want het is er altijd, tot je ziek wordt. En zo is het met vrijheid ook, als er iets van af wordt genomen, dan plotseling ga je merken, hé, dat is iets wat ik eigenlijk gewend ben dat er altijd is. En dan plotseling is het er niet meer. Ik wil eigenlijk nog heel graag één fragment laten zien. Voor nu, dat is het fragment van Louina de Levy. Een heel voor zichzelf sprekend fragment waarin haar vrijheid van bewegen gewoon wordt afgenomen. Zij is het ondergedoken en zij mag niet meer uit een schuurtje. En daar vertelt ze over. En daarna zal Henk het verder overnemen. Ik sliep 's nachts in de bedstee waar die dochter ook sliep. Maar overdag mocht ik alleen maar in die schuur zitten. Zij waren doodsbenauwd dat ik ontdekt zou worden. Nou, het was een hoge schuur, een grote schuur. Ik denk dat er hooi in stond. Maar geen beesten. En ik zat dan eigenlijk dicht bij de deur op een tafeltje. Ik denk dat ik die deur wel eens open had om een beetje frisse lucht in te laten komen. Dat denk ik, want anders was het volkomen donker ook. En dan kreeg ik 's middags daar aan boord en 's avonds denk ik ook. En ik zat daar. Ik zat daar te lezen en te leren. En zij was lid van de bibliotheek, dus dat was heel makkelijk. Ze nam dus al die boeken voor mij mee. Ja, het was natuurlijk wel omdat ik me niet mocht laten zien. Alleen 's avonds mocht ik dus even mezelf uitlaten. Dat was in Jubbega, dat is zo'n kanaal, zo'n turfkanaal. Dus daar mocht ik dan even langslopen. Vond ik doodgriezelig met die maan die erop op scheen en zo. Maar goed, ik ging dan toch maar weer lopen. En daar heb ik dus een aantal maanden tot aan het eind van de oorlog gezeten. Ja, ik vind het mooi dat we het eerder tijdens deze webinar gehad hebben over en burgerschapsvorming en het vak Nederlands. Want wij hebben met die lesbrieven gepoogd die ook helemaal in elkaar te vervlechten. Het gaat over vrijheden, wat het betekent als je die vrijheden verliest, wat het voor jezelf betekent. Maar het gaat ook over lezen en wat lezen je kan brengen. Een venster op de wereld, maar ook een inkijk in jezelf. We hebben ervoor gekozen om 5 vrijheden uit te pakken. Niet gekeken of er nog meer zijn, maar echt om met die 5 vrijheden aan het werk te gaan. Het gaat daarbij om de vrijheid om je eigen naam te kunnen zeggen. De vrijheid om te kunnen gaan en staan waar je wil. De vrijheid om te mogen uitzien hoe je wilt. En de vrijheid om te mogen geloven wat je wilt. En de vrijheid om te mogen zeggen wat je wilt. Dat zijn de 5 vrijheden die we hebben uitgewerkt. In de eerste les gaan we de film van Marcel bekijken. En dat is een half uur. In die film zitten die 5 vrijheden verborgen. En die proberen we daarna in een groepsgesprek met de klas naar voren te laten komen. Dat kan met zo'n 20 minuten, denk ik. En dan heb je de eerste les, haal je al die vrijheden eruit om te laten zien wat zijn nou de essentiële dingen die mensen kwijtraken als ze in de onderduik zitten. In de tweede les interviewen de studenten elkaar over die verschillende vrijheden. Over hoe ze het zelf ervaren hebben als ze een bepaalde vrijheid zijn kwijtgeraakt. Als ze een tijdje niet meer er hebben mogen uitzien als ze willen. Of hebben mogen geloven wat ze willen. We hebben daar werkvormen bij bedacht. En die staan ook in de lesbrieven uitgewerkt. Dus de docent kan echt morgen aan de slag als hij daarmee aan de slag zou willen. In de derde les leggen de studenten de relatie tussen vrijheden en de actualiteit. We doen dit aan de hand van artikelen uit kranten of websites. En het mooiste is natuurlijk als de studenten zelf op zoek gaan naar die kranten waarin dit staat. Maar als dit te lastig wordt gevonden, hebben we in de bijlages allerlei artikelen verzameld en sites verzameld waarmee de studenten zelf aan de gang kunnen gaan. De scholieren en de studenten leggen de link tussen vrijheden van toen en nu, niet met zichzelf, maar ook met de wereld. En ze gaan daarmee aan de slag. Nogmaals, de werkvormen hebben wij ook uitgewerkt en die staan echt punt voor punt behandeld. Je kunt er zo mee aan de slag. In de vierde les gaan we aan de slag met het begrip identiteit. Wat betekent het voor mij als ik zo'n vrijheid kwijtraak? Wat betekent dat voor mij identiteit? Studenten leren inzien dat vrijheden en het verlies aan vrijheden voor hun identiteit, hun wezen wordt aangetast. We gaan daarmee aan de slag op een moderne manier door het maken van een vlog. Ook die hebben we vrij precies beschreven, zodat studenten eigenlijk morgen aan de slag kunnen. In de laatste les doen we wat anders. We hebben het in de eerste 4 lessen gehad over de verschillende vrijheden, maar we hebben het nog niet gehad
over degene die die vrijheden hebben beschermd. Degene die de onderduikers hulp hebben geboden. In die les staat het verhaal De Kinderen van Oom Henk centraal. En dat gaat over verzetstrijder Sini Cohen Kattenburg. Deze les gaat over dat verhaal. Marcel gaat nou nog even op dat verhaal in. Daarmee sluiten we deze korte toelichting op de lesbrieven, het boek en de film af. Ja, het verhaal van Harish en Sini Cohen is eigenlijk voor mij heel erg belangrijk. Sini Cohen was crashleidster tegenover de Hollandse Schouwburg in de crash. En heeft in die hoedanigheid geholpen bij het naar buiten smokkelen van heel veel kinderen. Samen met haar man Harry later. Ze moesten natuurlijk uiteraard ook aan het eind van de oorlog, niet aan het eind van de oorlog, ze moesten, dat is in 1943 geweest, ook natuurlijk zelf onderduiken. En wat ik heel bijzonder vind aan hun verhaal is, wat zou ik doen, zeg maar? En dan eigenlijk vanuit alle perspectieven gaat het heel erg over dilemma's. Zeg maar, zou ik onderduiken, zou ik durven onderduiken? Maar ook zou ik onderduikers in huis durven nemen? Hoe werkt dat eigenlijk? En ook als je wil onderduiken, hoe doe je dat? Waar ga je naartoe? Wie kun je vertrouwen? Dilemma's speelden eigenlijk een rode draad in het verhaal van Harry en Sini Cohen. En voor mij is eigenlijk ook wat zou ik zelf doen, is een heel belangrijk thema. En ook een van de, ik zou bijna zeggen, de motivatie om dit hele project te gaan doen. Maar hoe zou ik zelf reageren? Wat zou ik doen in dit soort stressvolle situaties? En natuurlijk kom je daar hopelijk eigenlijk nooit precies achter. Maar ik denk wel dat dit project heel erg helpt bij het nadenken daarover. En ook bij het ook een soort van compassie of empathie bij mensen die dat wel hebben moeten doen. Om je te proberen echt in te leven. Ik wil heel graag afsluiten met dit korte fragment van Harry en Sini Cohen, waarin zij eigenlijk samen vertellen wat er op een gegeven moment gebeurde toen er een razzia was en zij in het onderduik waren bij de familie Breyer. Ik zou graag het laatste filmpje in willen starten. De mensen die onderdoken deden dat om te overleven. Ze overleefden door er een tijdje niet meer te zijn. Maar wie waren eigenlijk de mensen die het aandurfden om onderduikers in huis te nemen? Dat was heel erg gevaarlijk en toch waren er mensen die dat deden. Harry en Sini Cohen waren al jong volwassenen toen ze samen gingen onderduiken. Ze kwamen terecht in de Haarlemmermeer bij de familie Breyer. Als er onraad dreigde, moesten ze snel een schuilplaats in. Er was een keer een overval. Er komen zo een stuk of 10 Duitsers met Hollanders, politie. En er zijn Joden hier. En één zoon die zei, wij weten helemaal niet wat Joden zijn. We hebben nog nooit Joden ontmoet. Ze gingen tekeer. En zeg waar ze zijn. En we horen dat eigenlijk, de hele conversatie horen we dat precies aangaat. Dat hoor je door de vloer heen. En toen zeiden ze tegen die zoon des huizes, de oudste. Zeg waar de Joden zijn. Ik heb gezegd, ze zijn er niet. En ze bleven maar drammen. Op een gegeven moment zegt een van die Duitsers, ga maar mee tegen die oudste zoon. Jij gaat met ons mee. Dat betekent wel, je krijgt een kogel of je gaat weet ik veel waar naartoe. En ze hebben die man mee naar buiten genomen. En ze hebben hem weer gevraagd. Er zijn Joden hier. Toen heeft hij gezegd, jullie moeten maar doen wat jullie willen. Ik heb nog nooit van mijn leven een Jood gezien. Ze hebben hem laten gaan, hij is weer naar binnen gekomen en ze zijn weggegaan. Maar wat mij het meest verbaast eigenlijk en verwondert, deze ome Sam en tante Ans zitten daar. Er staan 2 broers van hem, zijn zusje. En ze houden allemaal hun mond. Ze zeggen niks. Ik vind dat een heldendaad. Ik kan me voorstellen dat je dan breekt. Maar zij braken niet. Dus dat is een moment geweest. Ja, dat vergeet je nooit. De familie Breyer, hier op de foto met de onderduikers die ze verborgen, liep heel veel risico.
Dat deden ze om anderen te helpen. Ik heb geen idee of ik zou durven wat zij durfden. Het was een belangrijke drijfveer om dit project te maken. Oké, oké, bedankt Marcel en Henk voor dit heel praktische, de praktische invulling zeg maar, van burgerschap en lezen. Er kwam één vraag voorbij, zag ik op de chat, en dat ging juist over die link van zeg maar, de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zitten en naar nu. Nou, dat hebben jullie wel duidelijk uitgelegd dat dat zeker de bedoeling is. En in die lessen komt dat ook heel nadrukkelijk naar voren. Het is een hele mooie combinatie van lezen en verschillende media gebruiken eigenlijk naast elkaar. Het is ook natuurlijk mooi dat het boek, dat er een luisterboek van is gemaakt en dat er een e-book van is. We waren vorig jaar begonnen met het verspreiden van het boek. Dat wilden we doen op die bijeenkomsten die de MBO-raad had georganiseerd. Daar konden wij helaas niet volmaken en we hebben toen via de website van Stichting Lezen het boek en de lessen die we toen hadden, die hebben we ook wel aangeboden. Daar is ook zeker gebruik van gemaakt door docenten. En dat gaan we binnenkort ook weer doen. Er zijn nieuwe lessen gemaakt dus. Of tenminste, de oude lessen zou je kunnen zeggen, die zijn aangepast vergeleken met vorig jaar. Dus dat wordt op de website aangeboden. En ook exemplaren van boeken zijn beschikbaar voor docenten. Komt allemaal op de website van Stichting Lezen te zien. Te vinden. Dank jullie wel, Marcel en Henk. Ik ga de webinar nu afsluiten, dus jullie mogen even uit. Ja, dan rest mij nog u te zeggen dat deze webinar terug is te zien. Ik geloof al 2 maanden lang. In ieder geval een ruime tijd, zeg maar. Dus voor collega's die niet erbij konden zijn vanochtend. De brochures die voorbij kwamen, meer lezen, beter in taal, mbo en lezen over burgerschapsthema's, die zijn ook terug te vinden op onze website. En de lesbrieven die komen er dus aan. Die worden nu op dit moment vormgegeven. Wij verwachten dat dat begin maart het geval zou zijn. En ook de informatie over het bestellen van boeken. En dan moet ik erbij zeggen, ja, dat zijn geen hele stapels die u kunt bestellen voor hele klassen. Want ons budget is daar niet toereikend voor. Maar wel voor zeg maar docenten die op school ermee willen werken. Ook daar komt de informatie nog van op de website van Stichting Lezen. Dan rest mij nu nog om u te bedanken voor uw aandacht, maar zeker ook de mensen die hebben bijgedragen om dit tot stand te kunnen laten zijn. De collega's van Stichting Lezen, Levine Boer van de Koninklijke Bibliotheek, die verantwoordelijk was voor de techniek. Uiteraard alle sprekers die net hebben gesproken. En mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij Stichting Lezen. Ik noem even de algemene e-mailadres, dat is info@lezen.nl. Bedankt voor uw aandacht en tot een volgende gelegenheid.